het stopt samenwerking. Groot onderzoek over Suriname. En gehoorscreening voor kinderen. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Afspraak is afspraak en je aan je afspraken houden is heel belangrijk, vooral als wij het over de Centrale Bank hebben. De Centrale Bank van Amerika heeft na alle negatieve berichten besloten om geen US dollars meer uit te geven aan Suriname. Vooral omdat het niet duidelijk is als de Centrale Bank van Suriname US dollars heeft verstrekt aan cambio's en dat was niet de afspraak. Meneer Debbie Persaat legt uit waarom en hoe wij geld krijgen van de Centrale Bank van Amerika, bij hun beter bekend als de Federal Reserve Bank, kort gezegd de Fed. Om te beginnen doet elk land in de wereld, je hebt betrekking met andere landen, dus je importeert en je exporteert. We exporteren naar Europa, naar de Verenigde Staten, maar zeker ook naar de rest van Zuid-Amerika. Behalve dat we exporteren, hebben we ook dingen van hun nodig. Op het moment dat je exporteert, dan ontvang je Amerikaanse dollars. Je kan dus pas importeren, pas dingen uit het buitenland halen als je voldoende Amerikaanse dollars in je bezit hebt. De laatste kwartalen, de laatste 2 jaren, zien we dat Suriname meer exporteert dan dat we importeren. Dat wordt een handelsoverschot genoemd. Zoals meneer Debbie Persaat zegt, importeren wij veel, maar dat is gaan veranderen in de afgelopen paar maanden. En ook dat is niet alles dat er misgaat. En er is sprake van, dus het eerste is vertrouwen. Het vertrouwen is zo ontzettend gekwetst, doordat er met name iets is gaan gebeuren bij die centrale bank. Er loopt namelijk een onderzoek bij onze centrale bank over frauduleuze handelingen, malversaties en nog meer. Behalve dat er een breuk is in het vertrouwen bij de samenleving over met name de centrale bank, maar ook de overheid, is er ook sprake van een tekort in ons land aan Amerikaanse dollars. De afspraak die Suriname heeft met de Fed bestaat niet zo lang. Het is zo recent als eind 2018 en werd gemaakt na de inbeslagname van euro's die voor onze centrale bank bestemd waren. Nu zitten wij dus weer in de problemen. Zeker als je voorraden van je dollars niet meer kan aanvullen, dus het blijft op een gelijke hoogte. Als dit op één hoogte blijft, maar we weten dat de hoeveelheid SRD's in omvang toeneemt, betekent dat de prijs van dollars zal toenemen. Vorig jaar was het de centrale bank gelukt om 2 keren dollars te halen bij de centrale bank van Amerika. Hoe gebeurde dat precies? Je hebt een werkrekening in Amerika. Wij hebben een rekening in Amerika. En vanuit je rekening kan je dan contant geld lichten. Net zoals wij naar de bank zouden gaan in Suriname om van je eigen rekening, wat dus eigenlijk giraal is, om contant geld op te nemen. Precies zo gebeurt dat ook tussen centrale banken. De centrale bank van Amerika heet Federal Reserve Bank. Dat Fed dollars zijn gekomen naar Suriname. Dus eigenlijk was het ons geld. Het geld was giraal. En het geld hebben we dan gelicht. En dat is met vliegtuigen eigenlijk gekomen naar Suriname. Met dat geld konden we een beetje de voorraad dollars in Suriname op peil houden. Vandaag lezen we in de kranten dat de Centrale Bank van Amerika is gestopt om nieuwe zendingen van dollars te sturen naar Suriname. Met als gevolg dat de voorraad van dollars in onze economie zo meteen weer minder zal worden. Nagaan hoe de samenleving denkt over de huidige situatie in het land en hoe het eruit zou moeten zien, is waarover het gaat bij de National Values Assessment 2020. Die is gisteren door het bedrijf door Advisory gelanceerd. Het is absoluut niet alleen wat het heeft te maken met politiek bewustzijn. Echt niet. Het heeft te maken met waarde voor mensen. Suriname National Values Assessment 2020 is een algemeen landelijk onderzoek dat als doel heeft om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige cultuur van Suriname. Wij zijn jarenlang in het vak en eigenlijk zien we steeds weer dat cultuur een van de belangrijkste dingen is dat mensen bindt en dat organisaties laat groeien en ook landen laat groeien. En we hebben zoiets van, we hebben nooit dat gemeten in Suriname. We willen het volk een stem geven, een cultuurstem, waarbij we kunnen zien van, dit is wat Surinamers ervaren en dit is waar we naartoe willen. En daar willen we echt mee helpen.
Tijdens dit pre-event zijn influencers van Suriname en organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan dit event. Influencers zijn mensen die via social media mensen beïnvloeden. Zij zouden dit project meehelpen aansturen door bijvoorbeeld mensen op te roepen om deel te nemen aan dit onderzoek. Dus sowieso gaan we het presenteren aan het grote publiek. En eigenlijk is het de bedoeling dat we een movement gaan creëren waar we gezamenlijk Suriname vooruit, nog meer vooruit gaan brengen. En daarvoor gaan we verschillende organisaties ook benaderen met de resultaten om in dialoog te gaan, om samen te kijken. Want ja, wij kunnen het niet doen. Het is iets van Suriname en dat moeten we echt samen gaan doen. Maar eigenlijk zijn het 3 simpele vragen waar je 10 values steeds moet uitkiezen en dat komt dan in onze resultaten. De eerste vraag is, wat zijn jouw eigen persoonlijke waarden? De tweede vraag is, wat zijn de waarden die je ervaart in Suriname? En de derde vraag is, waar wil je naartoe? Welke waarden vind je belangrijk voor de toekomst van Suriname? Yes, ik wil jullie allemaal hartelijk uitnodigen om mee te doen aan deze movement. En het assessment in te vullen op www.door.sr/minasranang. Of op onze Facebookpage Suriname National Values Assessment. En dan kan je daar de link vullen, het invullen, share met iedereen. Zodat we allemaal betere resultaten kunnen hebben voor Suriname. De 3 vragen vind je op hun website of op hun Facebookpage. Maar wij gingen de straat op om enkele jongeren deze 3 vragen te stellen. Als ik praat over Suriname, welke van deze 3 waarden zou je kiezen voor Suriname? Waarden voor Suriname. Corruptie, dramatische processen, vooral als je kijkt naar de DNA en dergelijke. En sowieso armoede. Eenheid is er al niet, maar eerlijkheid is er soms wel eens. Corruptie. Welke nog meer? Armoede. Zou je dan Suriname het liefst willen zien? Vrede. Sowieso rechten. Wat rechten. Beschermen en zo. Medeleven. Ja? Vrede. Waarom vrede? Vrede is belangrijk. Als er vrede is, gaat alles goed. Vrede en medeleven. En jezelf? Mezelf, oké. Ik ben meer creatief. Uh-huh. Dat betreft. Ik luister meer. Openheid. Uh-huh. Luisteren. Je luistert? Ja. Ja, ik ben gehoorzaam dus. En waarom zeg je openheid? Ik ben open tegen ieder. Als ik iets moet zeggen, zeg ik het. Dat je vriendelijk bent met mensen. Men luistert niet meer. Eerder is het zo van dat een ieder zijn eigen beeld, zijn eigen denken naar voren probeert te brengen. Dan eerder iemand anders te luisteren. Het invullen van de survey, zo wordt het genoemd, is tot en met 11 maart. Na deze datum worden alle informaties verzameld en op 31 maart gepresenteerd bij Asuria High Rise Center. De Polchester's Children Hope Foundation is momenteel bezig met screeningstesten van het gehoor bij kinderen. De stichting is gericht op het welzijn van de kinderen. Op dit moment doen wij onze tweede KNO-missie. Onze eerste KNO-missie was vorig jaar rond dezelfde tijd, in eind januari. En wat we met deze missie proberen te bevorderen is gehoorscreening bij de kinderen, voornamelijk tussen 0 en 2 jaar. In Suriname momenteel is er geen algehele gehoorscreening die gedaan wordt bij de geboorte. En dat is heel belangrijk, want daar krijg je dan de gevallen die je eigenlijk heel goed kan helpen. De doelgroep van deze keel-, neus- en oormissie is voor kinderen tussen 0 en 2 jaar. Maar er worden ook kinderen tussen 2 en 12 jaar geholpen. Het doel van dit project is om de weinigen die doof zijn te vinden, want de impact dat je kan maken op de weinigen is heel groot. We zijn ook heel geïnteresseerd in verbanden te leggen met de lokale medische gemeenschap. Ik zelf ben gynaecoloog in Amerika. Het is een Amerikaanse organisatie. Iedereen werkt op vrijwilligersbasis in de organisatie. En Suriname was gekozen 2 jaar terug als een van hun primaire locaties voor hun missies. En daar zijn we heel trots op. Als Surinamer ben ik daar heel trots op zelf. En ik probeer zoveel mogelijk projecten naar Suriname toe te brengen. Als gehoorproblemen zoals een gehoorstoornis of doof zijn
Bij kinderen tussen 0 en 2 jaar al heel vroeg worden opgemerkt, kan hun toekomst geheel veranderd worden door een ingreep te laten doen. Ons uiteindelijk doel is om een algeheel gehoorscreening in te brengen bij de geboorte bij alle kinderen in Suriname. Dus daar werken we naartoe. We zijn er heel enthousiast over, ik ben er heel trots op en ik heel dankbaar dat ook de Surinaamse gemeenschap er voor open staat en dat ze ons met open armen hebben geaccepteerd. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.